Oh, dit is Rikachu! Dit is Rikachu! Dit is super insane! YouTube. Super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick. En in de vorige aflevering van Levels van Kijkers had ik echt een poep, scheet, kak, drol moment in mijn hoofd. In mijn hersenpan. Want ik was gewoon even vergeten dat ik in het level van Lars gewoon een draaisprong kon maken op Spinies. Dus ik wil revenge. En daarom ga ik het level van Lars gewoon nog een keer spelen. Let's go. 53 muntjes pakken. Hoppla. Geef mij mijn 53 muntjes. En nu ga ik een draaijump maken op Spinies. Hoppakee. Het is niet zo moeilijk, denk ik, hoop ik. Let's go. Draaijump. Ah, en dan is het alsnog moeilijk. Oké, poging 2. Op het laatste moment dan. Nee. Nee. Oké, Lars, het moet wel te doen zijn, hè, die jump. Ik bedoel, nou kan ik die jump maken. Nou maak ik die jump en dan ga ik alsnog dood. Kom op. Moet ik het dan nog op een later moment doen? Is dit goed? Dit is goed. Oh, zover ben ik nog niet geweest in dit level. Ik moet denk bovenlangs dan, hè? Is dat het ding? En wat deed die vliegende P-switch daar, jongen? Volgens mij is dit echt een naar level. Nou, hey, Lars. Lars, je wil me niet boos hebben toch, hè? Met je level. Straks doe ik 300 afleveringen over dit ene level, man. Ja, jongen, deze jump is zo irritant. Kan ik niet gewoon anders hier naar boven of zo? Oké, dit kan. Denk ik. Misschien is dat makkelijker, I don't know, ik weet het niet. Oh, kijk, oké. En nu? Daar is de P. Daar. Ik was nu verder, gek. Ik was nu een stukje verder. Oké, nu is het aan. Ik moet dus die Koopa Troopa gewoon kapot maken met een draaijumpje daar zo. Ja. Zo. Ja. Holy shit. Er zit gewoon een krekel in mijn glas. What? Oh, dat is lekker. Dat is geen krekel. Wat is dat voor beest? Zijn er mensen die verstand hebben van insecten? Wat is dit? Sprinkhaantje. Is het een kleine sprinkhaan? Daarom, jongen. Die sprinkhaan, die geeft gewoon een foute vibe af, jongen. Het komt allemaal door sprinkhaan. Krekel, meneer. Pak hem. Nee. Oh. Ik moet dit toch kunnen. Rick, kom op. Je moet dit kunnen, man. Wat is dit nou? Bam. Bam. Ja. Ja, bovenlangs. Ik zie niks. Weer door hem. Nee. Kom op. Kom op, Rick. Kom op. You can do it. Je kan het. Sloop deze. Ja, goed zo. Nu kan je hier in die... Ja, kijk. Dit wou ik dus proberen of ik hier in die buis kon. Oké. Ik heb een bloem. En ik heb een Yoshi. Oké. Of een soort van Yoshi. Ja. Ja, Yoshi. Hallo. Ga me niet vertellen dat ik hier allerlei trucjes moest doen, hè. Of dat ik nu al de munten heb gepakt die ik niet mocht pakken. Zo, wat is dat voor een freaking grote vliegende gekko? Oké, kom nog muntjes tekort. Hier is wel het einde van het level trouwens. Dus als je... Wacht even. Kan dit? Kan ik... Ik heb nul... Ja, nee! 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 Ik heb deze twee muntjes... Nee, ik had die twee muntjes nog nodig! Ik had nog twee muntjes nodig, dan had ik het gehaald. Ik was zo close, maar ik ga het halen. Ik ga dit halen. Alle muntjes die ik nodig heb, kan ik daar pakken. Lekker, ik kan dit. Weg. Jump. Spring op zijn hoofd. Lekker. En dan hier. Hier. Ja, goed zo. Oh, ik kon hier natuurlijk ook nog extra muntjes pakken. Oh, dat is stom. Oké, wacht. Gewoon even wachten nu. Niet te snel. Rustig aan. Even wachten tot alle muntjes terug zijn. Niks kapot maken. Ja. Top. 13 muntjes. 14, 15. Ja. Oké, hoeveel muntjes hebben we nu? We hebben er nu 32. Dan hebben we er nu wat meer. Kan ik ze opeten? Nee, ik kan die guys niet opeten. Ja! Ja! Ik heb Lars' level gehaald. Yes!
Ah, ik voel me nu zo goed. En het wereldrecord. En als eerste voltooid. Ah, yes, yes, yes. Woehoe. Jongens, ik zie echt 50 tot 100 levels onder iedere video staan. Ik wil ze allemaal spelen, maar ik kan niet al jullie levels spelen. Dus als ik niet jouw level speel, blijf je level gewoon in de reacties spammen. Want misschien ga ik hem dan vanzelf al een keertje spelen. Ik ga nu het level spelen van Remedius. En hij zegt, ik heb ook best een leuk level. Het is een level waarop je thorns op een unieke manier gebruikt. Het zou echt tof zijn als je hem wil spelen. Nou, let's go. Hij is te doen. 19,60 slagingspercentage. Nou, dat is wel oké. How to train your thorn. Dat is een verwijzing naar how to train your dragon zeker. Nice. Oké, ik heb in ieder geval een paddenstoel te pakken. Kan ik hier in? Nee, oké, niet. Let's go. Hop! Kak, bijna. Wel netjes dat ik niet gelijk dood ben trouwens. Alleen kan ik nog naar boven? Oh ja, gewoon zo. Ja, oké. Let's go, nog een keer. Lekker. Yes, oké, tweede try had ik hem. Nice. Nog een keer. Hop! Hoe doe ik dat? Zit hier ergens een pace switch of zo? Hoe doe ik dit? Hè? Is het de bedoeling dat ik naar beneden val misschien? Hallo, waar is die nou? Waar is mijn thomp gebleven? Oh, kijk. Oh, wacht. Er is wel een P-switch. Er is wel... Waarom zag ik die niet? Waarom zie ik die nu pas? Oké, let's go. Dan hoop ik dat die timing een beetje werkt. In ieder geval zijn nu deze weg. Hey, ik weet niet waarom ik dit deed. Nu moet ik het nog een keer doen. Extra muntjes, jongens. Voor extra muntjes. Oké, nu heb ik die P-switch niet meer nodig. Nu kan ik gewoon door... Als ik die twomp weer tegenkom. Die twomp die is een beetje raar, man. Die spant soms of zo. Nee! Twompie! Wat doe je nou? Oké, daar is die weer. Nou, nu kunnen we naar de overkant. Zonder struggles. Kijk, hoppa. Oh, no. Ah, dat is een rotactie, jongen. Daar gaan we weer. Ik ga niet die muntjes pakken. Ik ga wel hier overheen. Top. Waarom doe ik dit nou weer? Waarom doe ik het nou weer? Hoe stom kan je zijn? Overheen. Ja, overheen. Top. Nee. Oh, dit ging maar net goed nu, want ik sprong bijna weer door. Oké. Yes, checkpoint. En nu? What's happening? Hoe valt dit te timen? Hoe is dit goed te timen? Moet ik nog eerder springen? Ik moet al op die buis zijn op het moment dat hij terugkomt. Ja! Lekker! Dat was de timing. Oké, top. En nu? Wat is hier de timing? Dit is de timing? Lekker! En hier? op deze denk ik? Oh, wauw. Oh, wauw. Oké. Nu op deze. En ja, lekker. Top. Oké, we zijn bij de buis. En nog checkpoint. Hoppakee. Ik denk dat ik misschien wel achter hem aan moet. Ja. Oké. Paddenstoel. Ik wacht even geduld tot deze guy klaar is. Hoppa. Oh. Ja, pak hem. Lekker. Superleuk level dit, man. Awesome. I'm having a good time. Ik heb het naar mijn zin in. Ik had het naar mijn zin. Want, ja... Kom maar. Maak hem kapot. Ah, shit. Even kijken, man. Hoe gaan we dit doen dan? Ja, zo gaan we dit doen. Lekker. Nice. Nu wil ik heel graag weer... Toch een paddenstoel. Ja, dankjewel. Ah, dat is jammer. Oké, deze snap ik wel. Moet het alleen nog even lukken. Oké, dat was ook niet de goede timing. Nu dan? Ja, nu was ik wel de goede timing. Lekker. Let's go. Top, zijn we er. Moet alleen maar even uitkijken. Hoppakee. Lekker leveltje, man. Lekker. Ik vond hem heel nice. Goed gedaan. Oh, wauw. Ik heb er wel echt heel lang over gedaan. Je krijgt wel een leuk, man. Als je het level van Remedius wil spelen, hier staat de levelcode. En dan gaan we door met de volgende. Jeroen Kampkes. Die heeft een ID gegeven en die zegt, hij heet de trollen van Woutertje. PS, je bent de baas. Jij bent de baas. Tenminste, als ik je level leuk vind. Hier staat de levelcode. En ik ga hem eens even spelen. Jouw troll level. Bereik de finish terwijl je een P-schakelaar vasthoudt. Huh? Wat is dat voor random ding? Ja? Hallo? Zit hier ergens een P-schakelaar verstopt? Nee, maar wel een bloem. Hier zit de P-schakelaar verstopt. Let's go.
ik kon het halen, maar... Oh, ik kon het halen, maar ik haal het niet. Oh. Oh? Oh, maar ik ben gewoon beneden. Maar kan ik hier nog boven komen dan? Oh, oké. Okay. Ik kan... Ja, blijkbaar... Oké, okay, ik kan hier nog naar boven komen. Oké, okay, nice. Let's go. Ja, oké. Okay. Oh, en hier is nog een P-switch. Oké. Okay. Moet ik die meenemen dan nu? Lekker leveltje hoor. Ja, oké. Okay, dan kan ik misschien zo springen. En dan kan ik nu... Ja, zo springen. Oké. Okay. En nu? Volgende jump. Ja! Ja! Nou, dit was hem. Dit was hem. Lekker. Oké, okay, was een leuk level. Was wel een beetje kort. Maar het was wel grappig, was wel leuk. En hoppakee, jij krijgt ook een leuk van mij op. Nice! Karin Vogelaar zegt... Hey Rikju, we hebben een leuk level voor je gemaakt met Super Mario Maker 2. De level ID is... En hij heet Verborgen. We hopen dat je tijd hebt om te spelen. Groeten, Karin en Ferris. Let's go, dit is de ID. En we gaan hem gewoon eens even spelen. Verborgen heet hij dus. Maar wat hebben jullie dan verborgen? Ik hoop een mushroom. Ja, een mushroom. Wat hebben jullie verborgen? Oh, oké. Okay. Ja, daar verborgen blokjes. Oké. Okay. Oh, nog meer? Ja, nog meer? Nog meer? Ja? Ja? Oké. Okay. En dan hier twee. En dan... Oh, oké. Okay. Oké. Okay. En dan hier naartoe. Alright, let's go. Oh, nu mag ik gaan zwemmen. Oh, het is toch al best wel warm, dus het is wel lekker om even te zwemmen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, daaronder zat een buis. Zou ik die dingen moeten pakken? Oh, nee, 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 nee. Niet die, niet die, niet die. Niet die guys, niet die guys. Niet die guys, geen... Nee. Lekker. Schiet hem. Schiet hem. Schiet hem. Hoppa. Ja, dat is sleutel 1. Oh, dus daarom die guys. Oké. Okay. Sleutel 1. Heb ik maar één sleutel nodig? Moet ik alleen daar naartoe? Wow. Dit is wel insane. Ik kan die gasten niet schieten, hè? Deze zijn echt heel naar, jongen. Hallo? Hallo? Ja, bots maar tegen de muur aan. Goed zo. En jullie ook even. Dankjewel. Oh, jullie botsen tegen elkaar aan. Dat is super chill. Hallo? Hallo, ik ben hier. Hallo, ik schiet op je. Ja, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Lekker. Oké, next. Die is kapot. Die gaat kapot. Deze gaat kapot. Allemaal kapot. Oké, het gaat redelijk voorspoedig tot nu toe. Kan ik dit openmaken? Ja, en dan gaan we er doorheen. En... Oké. Okay. Wat is dit? Is dit zo'n beest? Wacht, laat me even kijken. Wat is dit? Oh, dit is Rikachu! Dit is Rikachu! Dit is super insane! Kijk, die rode pet en die oortjes. Oh, shit! Dit is super vet! Oh, dit is zo leuk! Ja, dit is echt heel leuk gedaan. Je ziet ook die pokeball in het midden van die vier grijze steentjes. Oh, dit is zo insane! Ik voel me vereerd, dankjewel. Echt heel erg leuk. Dit level moet ik even opslaan. Dit moet ik even opslaan. Dit moet ik ook op stream gaan spelen op Twitch. Dit vinden mijn kijkers op Twitch ook super leuk. Super gaaf gedaan. Let's go, let's go, let's go. Even iedereen kapot maken hier zo. Tenminste, ik hoop dat dat de bedoeling was. Pew, 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 pew. Oh, oh, weer een verborgen blokje. Ja, en dan kan ik hier... Oh, kattenbel. Oh, die heb ik zeker nodig nu. Ik hou niet zo van die kat Mario. Die vind ik niet zo heel tof, maar ik denk dat ik die nu nodig heb straks. Eens even kijken, waar moet ik naartoe? Oh, hier is de finish. Hier is de finish. Kan ik gewoon hier... Ja, ja, yes. Woehoe, nice. Oh, ik vond dat logo zo leuk onder water. Dat was echt heel leuk. Ik ga even een reactie plaatsen. Dat Rikachu logo, zo leuk. Met deze emoji. Dankjewel voor het maken van dit level. Ik vond hem echt super tof. Burger Broeders zegt... Normaal gesproken maak ik wat moeilijkere levels. Maar dit korte leveltje past wel het best bij je kanaal. Pokémon Lavender Town Code. Het is een muzieklevel. Maar wel een waarbij je zelf een level nog moet spelen. In plaats van dat het automatisch gaat. Oeh, love it. Ik ben benieuwd, man. Zo, ik ben gelijk hyped voor dit level. Hier staat de levelcode voor jullie. Let's go, man. Spooky Ghost House with Lavender Town Theme. Oeh. Ik vind dat zo knap, die muzieklevel. Zo vet. Ah, nee, ik kan hier niet... Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik wil niks zeggen, want ik wil dat jullie de muziek horen. Oh, no! Netjes, ik zag het niet, man. Oké, waar is die paddenstoel? Hier is die paddenstoel, hè? Paddenstoel en door. Ja, lekker.
Hoe maken mensen levels, man? Met muziek. Het is echt knap. Ah, jammer. Ja, lekker, paddenstoel. Oh, dan heb je die paddenstoel per se nodig, anders red je dat niet. Oh, snap. Nee! Waarom ging ik daarop? We hebben echt weer hele bazige levels, jongen, in deze aflevering. Wat maken jullie vette dingen, community? Jullie maken zulke toffe levels. Hoe? Leer mij! Aanloopje nemen of zo? Ja, oké, aanloopje nemen. Ja, dat was hem. Lekker, nu heb ik mijn mushroom ook nog. Oké. Niet hier naar boven. Ik kan wel even die munt pakken. En nu? Is het klaar? Het is klaar, hè? Het is klaar. Wat was het vet! Wat was dit een onwijs tof level! Jongens, ga even sowieso de level checken, man, van Burger Brothers. Dit vond ik echt insane. Ik ben zo trots op jullie. Dit is echt... Wauw! Jij krijgt van mij een peach, man. Een peach met cool idee. En een lachende Rikachu. Valentijn Jansen zegt... Hey Rick, ik heb een heel erg goed level gemaakt die je misschien wel leuk vindt. Kijk maar even. Ja, is goed. Ik ga even kijken. Dit is de levelcode van Valentijn. 41 seconden is het record. Eens kijken of we die kunnen verbeteren. Angstige kreten heet het level. Versla alle Goomba's en bereik de finish. Maar dat is één Goomba. Ik moet één Goomba verslaan. En dan de finish bereiken. Oké, dit is geen Goomba. Dit is geen Goomba. Oh, een one-up. Daar heb ik niet zoveel aan. Oké. Oh, wow, what the... Hierin. Let's go. En nu? Waar gaan we nu naartoe? Moet even uitkijken voor die piranha plant. Oh, dat... Dat was niet de bedoeling, jongens. Het is tijd om te stoppen, jongens. Ik krijg weer van die poep-kak momentjes in mijn hersenpan. Oké, nu. Nu gaat het lukken. Nu gaat het sowieso lukken. Ja, hier naartoe. Hier op. Hier. En ja, zo. En ja, op zijn bakkes. Lekker. En dan door en door en door. En nu? En nu? En dan? Wat moet ik doen? Kom op. Even goed op zijn bakken springen. Ja, top. Dan hebben we ook straks daar geen last meer van. Want daar kunnen we best nog wel eens last van krijgen van die gast. Oh, dit is moeilijk. Ik ben bijna dood. Ah! Wel een tof level, man. Niet super makkelijk, maar oké, er zit voldoende uitdaging in. En het is niet oneerlijk of zo. Dus ik maak wel eens levels die misschien tegen het oneerlijke aanhangen. Dat je denkt van, hoe moet ik dit halen? En dat het echt maar op één klein maniertje kan. Ja, dat zijn mijn soort levels. Sorry daarvoor. Oké, let's go. En kom op. Jump. Ah, ik zat er niet lekker in. Oké. Let's go. Ik heb een beetje voorsprong nu. Ja, dit gaat goed. Dit gaat prima qua timing. Dit gaat heel goed qua timing. Ja. En nu? Kunnen we er dan nu doorheen? Ja! Lekker! Oké. Nice. Dan moeten we even deze knop indrukken. En de Goomba nakken. Goombatje, kom maar. 1, 2, 3. Boom! En hebben we dit level gehaald. Dit was ook echt weer een superleuk level, man. Ik heb jou ook even een hartje gegeven en een stempel. Maar wauw. Rikachu Army is gekke dingen aan het bouwen, man. Dit waren echt stuk voor stuk allemaal toffe levels. Jullie zijn super creatief. Doe even een blauw duimpje omhoog als je de Rikachu Army super creatief vindt. En wil je ook dat ik jouw levels ga spelen? Gooi ze even hieronder in de reacties. En ja, nogmaals. Doe blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo en Mario Maker video's. En dan zie ik je bij de volgende video. Of op Twitch. Want daar kan je me ook volgen. Mazzel!